Beste kijker, de bestuursfunctionarissen in de EU schijnen steeds nerveuzer te worden. Ze merken dat ze in hun verwachtingen bedrogen zijn en handelen steeds meer naar het motto: ben je niet gewillig, dan gebruik ik geweld. De bevolking wil geen euro en geen EU. Daarover mogen ze echter niet stemmen. De Grieken worden onteigend onder de titel bezuinigingspolitiek. Dat wil zeggen dat ze hun staatsbedrijven en infrastructuren aan buitenlandse investeerders moeten verkopen. Wat iedereen eigenlijk al weet, komt steeds meer aan het licht. De EU is een oorlogsproject en geen vredesproject. De Nobelprijswinnaar Obama en de EU vermorzelen alles wat zich niet laat centraliseren, noch privatiseren door de economische macht. De mening van de mensen wier landen ver van Brussel zijn, wordt niet gevraagd. Ik laat u voor vandaag in deze bedenkingen en graag tot ziens.